wat is nou een isolatie? Dus vooral de temperatuurisolatie hebben we het dan over, niet de akoestische isolatie. Dat is een ander verhaal. Maar wat is nou isolatie? Ik heb geleerd dat als je een stilstaande luchtkolom, die isoleert. Dus als je dubbele beglazing hebt en je hebt daar een ruimte tussen, dat is een stilstaande luchtkolom en die isoleert. Daar kan je ook uit concluderen dat als zo'n ruit lek is, daar wordt hij niet mooier op, daar zie je allemaal vlekken, maar dan is het nog steeds een stilstaande luchtkolom. Dus hij isoleert nog steeds, ook als die lek is. Want ik heb een keer een klant gehad, daar had ze lekkage in de ruit en ze vond het nogal duur om een nieuwe te nemen. En toen vroeg ze, isoleert hij dan? Ik zei, ja, isoleert wel. Nou, ze vond die vlekken niet erg, dus laat hem maar lekker in staan. Dat kan. En daardoor kan je ook tot de gedachte komen van als je een klein ruitje boven een grote ruit hebt en de warme lucht stijgt altijd, daar koelt het meeste af eigenlijk. Dat kleine smalle strookje glas wat je dan boven de deur of boven een vaste glas hebt, dan kan je dus een latje eerst in de hoeken maken, een soort glaslat, en daar een plaatje glas tegenaan en dan weer een glaslatje ervoor. En die schroef je vast, hoef je niet te kitten, want als dat vies wordt, dan kan je dat glaslatje losschroeven en schoonmaken en er weer in doen. En dat vies worden, dat valt wel mee, daar gaan we een paar jaar overheen. En dat zie je nauwelijks. En dan heb je toch goede isolatie. En als je nog een keer geluidisolatie wil, als je zegt ik zit langs de kant van de weg, dan doe je dat, herhaal je dat een paar keer met verschillende diktes glas, dan heb je ook nog geluidisolatie, maar dat is een ander verhaal. Maar wat is nou warmte? Warmte is energie van lucht. Dus de golf die wordt intensiever. Dus dat is energie, warmte. En wat is kou? Dat is minder energie. En waar gaat die energie heen? Die gaat altijd van hoog naar laag. Dat is net als het water. Het stroomt altijd naar beneden. En energie gaat van hoge energie naar lage energie. En dat wil in evenwicht komen. Dus wat ben je dan aan het isoleren? Dat is de warmte en niet de kou. De kou kan je niet isoleren. Wel de warmte. En er zijn van die slimmerikken die zeggen, ja, maar een koelkast dan? Ja, er zit een isolatie omheen om de warmte die er buiten is naar binnen te laten. En je moet daar heel veel moeite doen om die temperatuur laag te houden daar. Dat is niet omdat die kou ontsnapt, nee, dat die warmte invloed krijgt. Doordat het zich wil vereffenen. Ze wil in evenwicht komen. De gedachte van een stilstaande luchtkolom, dat geldt ook voor je kleren. Dus wil je je warm kleden, dan kan je beter meerdere lagen nemen. Van dunne t-shirts bij wijze van spreken, dan heb je allemaal dunne lagen. En dan word je er lekker warm van. Of wol, die heeft allemaal kleine gaatjes en kleine ophopingjes van luchtkolommetjes. Maar als je in de wind staat, waait de wind door die trui heen en dan heb je het weer koud. En dat deden we vroeger met schaatsen, deden we dan een krant eronder. En dan kon die wind kon niet er doorheen, maar je had wel de warmte van de trui. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal mooie kleren waar de wind niet doorheen gaat en zo, maar vroeger had je dat niet. Vroeger had je zulke plasticachtige jassen niet, dat was allemaal katoen. Condens. Dat heeft ook met warmte te maken. Dus als een enkele ruit afkoelt, dan aan de binnenkant komt er dan condens. Dan kan je er niet meer doorheen kijken. En bij een isolerende beglazing, de dubbele beglazing, daar koelt die ruit aan de binnenkant niet zo af, omdat die luchtkolom ertussen zit. En
die buitenste ruit zou je zeggen, ja, maar die koelt er wel af, maar daar komt geen warme lucht bij. En die warme lucht, dat kan wel warme lucht zijn wat erin zit, maar die is droog. Dat moet hele droge lucht in zitten, of ze hebben de vocht uitgehaald uit die lucht. Want hoe hoger de temperatuur van de lucht, hoe meer vocht het kan opnemen. En als het helemaal vol zit met vocht tussen die moleculen, netjes gezegd intermoleculaire ruimte, is dan, als dat dan de lucht afkoelt, dan krimpt de lucht, die ruimtes krimpen, en dan wordt dat vocht naar buiten geperst, en dat heet condens. Dus je huis in de winter wordt lekker warm gestookt, en we zitten met z'n allen erin, en te koken en uit te ademen, daar zit heel veel vocht in die lucht, en die wil in evenwicht komen met de droge lucht die weer aan de buitenkant van het huis zit. En de warmte wil naar de kou toe. Die wil afkoelen. De warmte wil weer afkoelen. Dat is het evenwicht effect. Dus je gaat dan isoleren met je isolerende beglazing enzovoort. En wat wou ik daar nou van zeggen? Over die condens. Dus je huis moet kunnen uitademen. En wat gebeurt er? Je hebt kozijnen van hout bijvoorbeeld. Die nemen die warme lucht op. En dan geeft dat weer door naar buiten. Want het huis wil uitademen. En als de schilder nou de verkeerde lagen geschilderd heeft. Bijvoorbeeld, hij moet aan de buitenkant ademende verf hebben. En aan de binnenkant afsluitende verf. Dus een vochtafsluitende verf. Een hele dichte verf. Je zou denken, logisch, andersom, want daarbuiten regent het. Maar dat is niet het effect. En als je aan de buitenkant afsluitend verft en aan de binnenkant adem, dan gaat die vochtige lucht, die gaat door dat hout heen en die wil aan de buitenkant, wil dat hout uitademen. En dan krijg je van die hobbeltjes als de zon erop gaat staan. Dan wordt het warm en dan krijg je allemaal van die belletjes. En dus aan de buitenkant moet het ademen. En aan de binnenkant moet je het afsluiten. En datzelfde effect heb je ook isolatie als je isolatie aanbrengt op de zolder. Dus aan de binnenkant moeten, voor de isolatie, helemaal aan de binnenkant, moet je een dampdichte laag aanbrengen. Want die lucht, die vochtige lucht, moet niet er doorheen gaan. Want dan krijg je, gaat het afkoelen, in de isolatie of daarna, dat kan je uitrekenen. En als het daarna zit en je komt bij je constructie, daar zitten de houten binten enzovoort, daar komt die vochtige lucht en daar koelt het sterkst af. Dan krijg je allemaal dat vocht in je constructie en dan ga je hout rotten. Als je niet een dampdichte laag aanbrengt aan de binnenkant. Nog mooier is om aan de buitenkant de isolatie te doen. Want dan binnen is het nog niet afgekoeld. Dat is hetzelfde effect als met dubbele beglazing. Die binnenste ruit, dan krijg je geen condens. Dus de vochtige lucht krijgt niet de kans om op dat punt van die kou te komen. Dus bij een dampdichte laag krijgt de vochtige lucht niet de kans om door die laag heen te gaan, bij je isolatie te komen of op het punt waar dat zover is dat die condens kan ontstaan, die afkoeling. Dat is heel belangrijk. Goed, even kijken. Wat had ik nog meer op mijn lijstje staan over isolatie? Ja, nee, dat was het. Dat was het verhaal wat ik wilde vertellen over isolatie.